Dag lieve yoga-klanten van Body Vision. Wat jammer hè, dat we elkaar nu even niet kunnen zien in de lessen. Toch wil ik jullie een beetje op de hoogte houden van wat yoga-oefeningen. Dus vandaar dit filmpje. Ik wil met jullie een zonnegroetje doen. Ja, dus als jullie het leuk vinden, doe mee. Ja, kom maar eens erbij staan. En dan beginnen we even met een aardingsoefening. Ja? Staand. Dus we komen staan in de berghouding met de voeten recht onder de heupbotten. En dan neem je een actieve houding aan. Met je knieën van het slot, ja, rechte rug, kruin richting het plafond. Armen langs je lichaam. Hey, en sluit dan maar eens je ogen. Ga maar eens even na hoe jij erbij staat. Ga maar eens in vogelvlucht na hoe jouw lichaam op dit moment aanvoelt. En begin maar eens bij jouw voeten. En kruip dan maar eens rustig aan omhoog. Dan mag je vervolgens je aandacht brengen naar jouw adem. En volg maar eens jouw adembeweging. Vervolgens naar je voetzolen toe en bij een volgende inademing breng je gewicht maar eens naar jouw voorvoeten. En dan uitademt je gewicht naar jouw hakken. Dus adem in, gewicht naar voren. Adem uit, gewicht naar achter. En voel die afwikkeling maar eens van je voetzolen. Kom maar weer terug naar het midden en breng maar eens bij een volgende inademing je gewicht naar jouw rechtervoet. En dan uitademend je gewicht naar links. Adem in, gewicht naar rechts. En adem uit, weer naar links. En ook dit mag je een paar keer herhalen. Kom dan ook weer terug naar het midden. En probeer nu maar eens het zwaartepunt te pakken te krijgen. Het punt waar de lijnen van zojuist elkaar kruisen. Dat is het punt waar jij ook stevig staat met jouw voeten. Stevig op die vloer. Open vervolgens maar eens je ogen en breng bij een volgende inademing je armen mee omhoog. Adem uit, buig voorover. Adem in, plaats je handen op je benen, strek je rug op. En adem uit, ontspan. Stap met rechts naar achter, adem in. En zet bij met links voor de neerkijkende hond. Adem in, kom naar voren voor de plank. En adem uit, omlaag. Inademend cobra. Adem uit, neerkijkende hond. Breng jouw rechtervoet maar eens naar voren. Plaats jij jouw linkerhand aan de binnenkant van jouw rechtervoet
En strek je rechterarm uit omhoog. Ik doe mee een spiegelbeeld. En dan kijk maar eens naar jouw rechterhand. En blijf maar eens een ademhaling of drie in deze houding. Plaats jouw rechterhand weer terug aan de grond. Zet je linkervoet bij. Inademen, neem je armen mee omhoog. En adem uit, terug in de berghouding. We gaan voor een balanshouding, waarbij we balans zoeken op ons rechterbeen. We hebben de optie in de boomhouding. Je mag je teen aan de grond houden, of je plaatst je voet tegen je onderbeen of voet bovenbeen. Ja, zoek je balans op rechts en open jouw linkerknie, jouw linkerheup. Inademend neem je armen mee omhoog. En bij een uitademing plaats je handen in bidhouding voor je borst. En het is heel normaal om wiebeligheid te voelen. Ja, alle spiertjes in jouw tenen, jouw voet, rondom jouw enkelgewricht, zijn bezig om jou in balans te houden, zijn hard aan het werk. En op een gegeven moment voelt dat ook als een soort van verzuring. En dat kan uiteindelijk ook weer doortrekken naar de rest van je been, dus ook je onderbeen, kuiten. Inademen maak je jezelf lang. Bij een uitademing zet je je linkervoet bij en buig weer voorover. Plaats je handen op je benen, strek je rug op, adem in en adem uit. Stap met links naar achter, adem in. En zet dan bij met rechts voor de neerkijkende hond, adem uit. Kom in de plank, adem in. En vervolgens omlaag, adem uit. Cobra, adem in. Neerkijkende hond, adem uit. Breng jouw linkervoet naar voren, adem in. Met jouw knie boven jouw enkel en duw je heup omlaag. Plaats jouw rechterhand aan de binnenkant van jouw linkervoet en strek jouw linkerarm uit omhoog. En blijf weer een aantal ademhalingen in deze houding. Plaats jouw linkerhand terug aan de grond. Zet je rechtervoet bij. Inademend maak jezelf weer lang. Adem uit, terug in berghouding. De boomhouding op het linkerbeen. Zoek je balans op links en ga voor jouw optie. Ja? Teen aan de grond, voet onderbeen of voet bovenbeen. Duw met je voet tegen jouw been en duw met jouw been tegen jouw voet. En open die heup. Je mag je billen aanspannen, je navel naar binnen duwen. Inademend maak je jezelf lang. En adem uit, handen in bidhouding. Mocht je balans verliezen, geen punt. Dan begin je gewoon weer opnieuw. En dat is de enige manier om jezelf te ontwikkelen. Hè? Telkens opnieuw beginnen. Bij een volgende inademing maak jezelf lang. Adem uit, zet jouw rechtervoet bij en buig voorover. Plaats je handen op je benen, adem in, strek op.
En adem uit. Stap met links naar achter. Adem in, duw die heupen omlaag. Zet bij met rechts voor de neerkijkende hond. Adem uit. Kom in de plank, adem in. En omlaag, adem uit. Cobra, adem in. Neerkijkende hond, adem uit. Breng jouw rechtervoet naar voren. En jouw linkerhak in de grond. Inademen, neem je armen mee omhoog. En adem uit, buig je rechterknie. Je rechterknie mag uitkomen, recht boven je enkel. Je linkerbeen strek je zoveel mogelijk uit met je hak in de grond. En duw je linkerheup naar voren. Schouders zijn laag. En kijk maar eens naar een vast punt voor je. Plaats vervolgens beide handen aan de grond en zet jouw linkervoet bij. Inademen, neem je armen mee omhoog. En adem uit, terug in berghouding. Nog een balanshouding op jouw rechterbeen. Til je linkerknie maar eens op. En je mag hem vastpakken met één of twee handen. Of je mag jouw linkerknie zoveel mogelijk naar je toe halen. Dus je linkerknie breng je zoveel mogelijk richting jouw linkerschouder. En je mag hier blijven. Of als je een stapje verder zou willen, kun je ook je been uitstrekken. Of je voet vastpakken. En vanuit hieruit uitstrekken. Jouw eigen keus. En als het genoeg is, plaats dan je linkervoet weer terug aan de grond. Laatste zonnegroetje op links. Adem in, maak jezelf lang. Buig voorover, adem uit. Plaats je handen op je benen, adem in, strek op. En adem uit. Stap met links naar achter, adem in. Zet bij met rechts voor de neerkijkende hond, adem uit. Kom dan in de plank, adem in. En omlaag, adem uit. Cobra, adem in. Neerkijkende hond, adem uit. Breng jouw linkervoet naar voren. Grote pas naar voren. Rechterhak gaat in de grond. Inademen, neem je armen mee omhoog. En bij een uitademing buig je je linkerknie. Je rechterheup, duw hem naar voren. En je rechterhak. Duw hem in de grond en maak zoveel mogelijk lengte in dat rechterbeen. Armen omhoog bij je oren, schouders laag en richt je op een vast punt voor je. Ademhalingen of drie nog in deze houding. Plaats beide handen aan de grond en zet jouw rechtervoet bij. Inademend neem je armen mee omhoog. En adem uit terug in berghouding. Balanshouding op het linkerbeen. Til je rechterknie maar eens op. En jij bepaalt in hoeverre jij die rechterknie naar je toe haalt. Ben er bewust van hoe jouw linkervoet
op de grond steunt. En wil je voor een optie gaan, kijk maar eens of je het rechterbeen kunt uitstrekken of eventueel kunt vastpakken. Mag ook door middel van een teenhaak. En wanneer het genoeg voor je is, kom dan rustig aan weer terug. Oké, en sluit je ogen maar eens even. Breng je aandacht nog even terug naar jouw adem. En volg jouw adembeweging. En dan mag je vervolgens je ogen weer openen. Een zonnegoedje. Nou, oefen ze. En mocht ik jullie niet meer zien voor de kerst, dan wens ik jullie in ieder geval hele fijne feestdagen. Groetjes. Doei doei.